Dit centrum is bedoeld om bij calamiteiten op Schiphol-Oost in staat te zijn de continuïteit van Schiphol te waarborgen. Wat wij doen op dit centrum op het moment dat er zo'n calamiteit is, is de verkeersleiding verhuizen naar deze ruimte. En van hieruit kan dan het verkeer afgehandeld worden. Hier en daar ook de voice communicatie, dat is ook daadwerkelijk wat er op dit moment gebeurt. En denk niet dat er vingervlekken op het scherm zitten. Dit is daadwerkelijk het weer, wat er nu is. We hebben altijd zo'n faciliteit gehad. Het is zo dat de algemene verkeersleiding kon altijd naar de militairen toe, naar de Koninklijke Luchtmacht. En de naderingsverkeersleiding naar Rotterdam. Waar we wel achter zijn gekomen is met de toename van het verkeer en de veranderende eisen vanuit de maatschappij, dat het wel eens niet voldoende kon zijn. Dus vandaar dat we een nieuw centrum uiteindelijk hebben gebouwd. En we hebben hier voldoende posities om een echt substantieel deel van het luchtverkeer daadwerkelijk af te handelen.